Hij was betrokken bij schietpartijen, de seksindustrie en gooide het dorp Volendam vol met coke. 3 jaar geleden kwam Martin Kok, ook wel de stotteraar genoemd, op vrije voeten. Ik moest een ander leven kiezen, want ik had een kind. En dan moet je een baan hebben en dan moet je vast inkomen hebben en dan moet je een ander leven leiden, toch? Dan moet je doen waar je goed in bent, toch? Dus besloot Martin een crimeblog te starten. Door een enorm netwerk van criminelen weet hij razendsnel de naam van een geliquideerde. Wat is jouw manier van werken? Nou, heel snel en effectief. Heel snel dat je een naam weet van een slachtoffer of een dader. Dat je een foto kan regelen van degene die dood is, weet je wel. Ja, dat soort kleine dingetjes. Je wilt altijd de eerste zijn. Ja, een beetje een sport toch? Hè? Het zijn roerige tijden voor Martin. 2 weken geleden werd er op zijn huis geschoten. En jeugdzorg haalde zijn 2-jarige zoon uit huis. Ja, dat is een drama toch? Dan doe je normaal je werk, doe je je best om dat je met de tijd blijven. Nou, de enige die op je pad op een recht pad houdt, is mijn kind en mijn werk, toch? Martin denkt dat een video van Holleder en zijn vrienden de reden van de schietpartij is. Via zijn site probeerde hij alle namen van de mannen te achterhalen. Kijk, dat is Holleder, Lucas Boom. Saakje Burgers, hier zo meteen. Dat is de halfbroertje van Lucas Boom. Dat is Bruno. En andere jongens allemaal die allemaal met tafel te maken hebben, allemaal verdacht van liquidaties. Is het een aanslag op jouw leven? Nee, man, het is geen aanslag op mijn leven. Het is een aanslag op de vrijheid van mensen eigenlijk, toch? Het is gewoon een verkapte bedreiging, toch? Bedreiging. Kijk uit door ons, hè? Dat je niet over hun mag schrijven of zo. Ze willen je gewoon bang maken. Ja, maar dan moet je even beter je best doen.